jouw kijkers van Sick Legends 01. Ik ben hier met Nissel, oftewel Kevin, en we zitten hier in de SL server. Yay! Yeah. Ja, we gaan vandaag eigenlijk een tour doen. We gaan jullie laten zien wat de mensen tot nu toe nog gebouwd hebben en ik denk dat we morgen gaan beginnen. Ja, jullie kunnen ook een inviteboek winnen. Ik zal hem even pakken hier. Een heel mooi inviteboek. En dan open ik hier, maar er staat een beetje dingen in. Die kunnen jullie winnen. Of jullie niet. Jullie kunnen op de server komen. En dat doe je gewoon heel simpel door je naam in de reacties te zetten. Je Minecraft naam en waarom je op de server wilt. En dan zetten wij je op de whitelist. En dan kan je mee surviven. Ja, yeah, dan kan je gewoon lekker als de whitelist. Soms gaat de whitelist er ook af, bijvoorbeeld in streams, dan kan je gewoon joinen. Maar als de whitelist er dan weer op staat, dan kan je weer gewoon ja, lekker altijd spelen. En ja, het is best gezellig. Er zijn nou niet echt heel veel mensen online. Maar soms heb je echt van het moment dat hij gewoon bijna vol zit. Ja, klopt. Dus dan gaan we maar even rondvliegen. Vliegen we denk ik eerst hierheen. Dit is de spam. Daar zijn we net gespamd. Ja, dan heb je hier het nieuws en dan heb je hier gewoon een beetje fonteintjes en welkom in de SL-server, nou ja, blablabla. Dan kan je hierheen. En dan kan je hierheen. Dan kan je hierheen. Maar dit is eigenlijk meer voor de mods. Het is ook nog niet af. Hier is Wesley aan bezig, toch? Volgens mij wel, ja. Ja. Vliegen! Ja, dan kom je hier boven dus terecht. En dan kan je hier een beetje chillen. En inderdaad, dan hierboven. Hier chillen. Yeah. Zo, hier dus. En dan gaan we weer verder. Ja. Vliegen we even deze kant in en dan komen we bij dit gebouw uit. Hier zie je een speler staan. Dit is de drop party room. Ja, dit is de drop party. Hier houden we ook veel drop parties, best vaak eigenlijk. Van merendeels tijdens livestreams en als de server lekker druk is. Dat valt nou wel mee, nou het lekker rustig gaat, maar ook wel eens een keer fijn. Dan komen we hier dan weer van een leeg huisje, stelt niet veel voor. Hier hebben we de regels, het regelhuis, ook wel leuk om te weten. Nou ja, gewoon standaard regels zoals overal, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Heel afwachtig. Ik moet heel even een verandering doen. Vooral naar Nissel 89 en Jordi 010. Kijk de nieuwe regel. Welke nieuwe regel? Oh. Eet geen hout, yeah! Nee, kijk deze. Die hoort hieronder. Respecteer de staf. Vooral naar Nissel en Jordi. Nog één keer een stilte voor de opnames. Wie toch gaat over andere schoolsituaties betreed krijgt van bang. Wie dit vak zegt was? Waarschijnlijk GameLol. Oké. Okay. Nou ja, dan hebben we hier de regels. Hier hebben we een leeg huisje. Dan hebben we hier mijn mooie godmachine. Yes! Ja, hij is nou kapot, maar 9 van de 10 keer als je dan hierop klikt en dan gooi je er een iron blok in, dan zie je hier dingen naar beneden vallen. Ja, en ja, dan wacht je hier en dan komt hier je loot uit. Ja. Heel simpel. Oh. Ja, behalve hier binnen, dat is niet zo simpel voor je op de redstone. Dan hebben we hier een blacksmith, die hebben we toen net even gemaakt. Ja, die is pas net af. Zie je hier ook. Maar die hier een milk in en Nissel. Dan kan je hier een beetje, bijvoorbeeld je hebt een axe of zo en die wil je dan enchanten. Ja, dat kan ook bijvoorbeeld hier een ender chest. En dan hebben we hier nog een enchanting room. En dat was tot level 30. Ja, tot level 30. En dat was het denk ik wel. En dan komen we hier echt in de survival arena. Krijg je ook een melding in de chat, dan zul je daar ook wel voorbij zien komen. Volgens mij is het als je hier over deze berg bent. Ja, volgens mij wel. Hier ook niet. Verder. Als je hier bent, waar ik nou vlieg, krijg je een melding. En dan gaan we even hierheen. Dan gaan we My House. Dit wordt My House. Het paleis van de survival server. Dit wordt My House. Ik ben nou mee bezig. Ik moet nog een keer afmaken als ik zin heb. Oh, we dachten we gaan eerst de server toe doen. Zullen we gewoon random naar iemand tp'en? Ik zal even vragen wie er iets moois heeft laten zien. Wie heeft er iets moois te laten zien? Ik denk aan een PC-stil. Wie heeft er iets? Oh, Kaya Wouter. Mooiste matten. Kaya Wouter. TP.
Ja, we gaan naar Kaya Wouter. Oké, okay, laat maar zien, Kaya. Yo. Laat maar zien. Kijk maar rond. Oké, gaan we hier eerst naar binnen, denk ik, hè? Huis, niet binnenkomen zonder te vragen. Wij zijn altmen, wij mogen naar binnen. Nou ja, Stone Enchanted Pickaxe. Dan gaan we... Oh, dit is ook wel vet, vind ik altijd. Als je... Oh. Dat detail vind ik altijd mooi. Ja, dat vind ik wel leuk. Lijkt net echt van... Nou, niet heeft hij ook een spoor. Ik denk dat het een... Mijntje gaat, maar niet. Nee. Vervelende. Stomme. Laat mij hem slaan! Laat mij hem slaan met mijn boon! Ja! Mijn boon is OP. Blokken... Oh nee, ze hebben het wel gesorteerd. Alleen er zit niks in. Nee. Ze zijn allemaal leeg. Oh, food niet. Food stop. Hé, hey, trap het chat. Wat doet hij? Niks. Nee. Ah, oh, hij heeft ook al, hij heeft al ver. Hij heeft al een. Ja, maar hij is al ver. Kijk dit, wat hij hier heeft. Hier achter heeft hij ook chest, dat moet weten. Hij heeft hier gewoon al een dikke enchanting room. Nou ah, ja, alleen heb ik het nog niet echt mooi gedecoreerd. Inderdaad. En hier zie ik dat hij al een hele muur eromheen aan bouwen is. Dat is wel fucking vet. Als je echt zo'n dorp bouwt. Maar hij heeft wel veel met cobblestone, dat vind ik dan wel weer jammer. Ja, daar af. In zijn huisjes en zo. Aan mijn smaak had je dat beter stone bricks kunnen doen. En ik zie hier, zag ik een grote muur, ik weet niet wat het is. Oh, hier heeft hij ook nog een huisje. Als je geen toegang hebt, niet inkomen Villa Antoni, niet naar binnen. Toch ga ik wel lekker naar binnen. Ja. Ik ga via het gat en... daaronder een... Volgens mij is hier een terroristische creeper geweest die alles opgeblazen heeft. Dat zou best wel kennen. Dat hij... Maar hij had nog heel veel cobblestone. En volgens mij werkt hij samen met de hunter. De hunter, want daar zijn die chesten van dus. Ah, ze hebben ook wel een beetje weed en dingen. Dat is ook wel nice. Oh, hieronder gaat de farm nog verder. Oh, dat is wel vet, want zo'n idee had ik ook in toen ik nog in de dagelijkse day-server zat. Die is er nog steeds, zeg maar. Ja, daar zit ik nou op. Voor morgen een aflevering van online. Daar gaat het ook steeds verder naar beneden. En dus op elke verdieping heb je steeds wat anders. De eerste paar verdiepingen zijn wheat, dan heb je potatoes, dan heb je carrots. Ja, dat is echt vet. Dat vind ik wel vet, dat vind ik wel leuk. Slash PC, wie heeft er iets leuks om te laten zien? Ik ga even naar iemand TP'en, gewoon even kijken of het leuk is. Ik ben hier nou bij die Pisex en die heeft, ja, voor hoe lang hij erop zit, hij zit sinds gisteravond op, heeft hij toch best wel iets nice. Ja. Kom maar eens hierheen. Nou, ik zie je allemaal sutter. Wow, dat huisje is nice. Dit vind ik echt zo'n vet huisje, echt zo'n farmhuisje. Volgens mij wil hij ook een farm gaan maken. Hij heeft al veel shizzle. Ja, echt wel. En dit is gewoon een hele lange mine die naar beneden gaat. En even kijken, wat is er nog meer te zien? Wat is hier nou weer aan het maken? Wat? Hier. Oh, dit is een klein huisje hier. Ah, je doet er... Wat moet dit worden? Ik snap het niet. Ik snap best wel wat van redstone, maar dit snap ik wel echt niet. Inderdaad. Zou hij al die bomen hier zelf neer hebben gezet? Volgens mij wel, want hij maakt hier een hele muur. Dit is ook wel vet, kom eens heel snel hierheen. Hier. Ik had hier volgens mij van bomen en muur maken. Ja, waar je nu in zit, ja. Die nou, hierboven is mijn mop van. Een mop? Huh? Hij heeft hier geen mops. Onder mops. Nou, hierboven mij is mijn mop. Is dat een mop? Huh? Doet hij niet onder? Nee, hierboven is wel een vliegend eiland.
ze moeten er spannen. Oh, wow. Okay. Dit is wel vet, alleen ik snap het niet. Maar ja, daar gaan we wel uitzoeken. Dus gaan we, dit is wel echt gaaf. Ik heb ook al een paard met golden horse armor en een zadel. Inderdaad, maar dit is vet. Kom eens kijken, hij maakt hier van bomen die hij gekapt heeft, maakt hier volgens mij een hele muur. Kom maar eens kijken hier. Hier. Ah. Het is van één grote dikke boom. Ja, oh, dat is wel gaaf. Ik ga hier een sign neerzetten. En dan keur ik dit gewoon hartstikke goed. Dit is echt gewoon nice. Oh, hij zit er sinds gisteren op, dus het is wel nice. Nice. Jordi. Ja. Okay. En dan denk ik dat we het nou afsluiten en dan de, nice. Het volgende een andere aflevering laten zien. Ja, dus ja, wil jij ook in deze fantastische server en komen survivalen met ons? Dat kan. Laat je NC-naam achter in de reacties en dan kiezen wij misschien wel jou uit. Ja, en zeg ook waarom je het wil. Want ik kan natuurlijk niet iedereen erin zetten. We moeten wel weten wat ze willen doen, hè? Ja, zeg erbij waarom je in de server wil. En dat komt helemaal goed. Dus, abonneer op NL Pure Gaming als je meer Minecraft video's wilt zien. En abonneer op Treu Gamers als je veel meer games wilt zien. Ja. Dan zien we jullie in deel 2. Inderdaad, en voor als het geval dat onze kanaal niet in de beschrijving staan, dan komen ze nu in beeld vliegen. En dan zeggen we later.